Oké. En nu het plan. En hoe het zal gaan. Wij zullen een tijd door moeten gaan waarin wij allemaal, waarin wij de geregistreerd zijn. Mensen vragen dan aan je, waarom zou je je registreren? En dat kost je. Die registratie die moet gaan lopen met silicium. Het element wat onder ons zit in het periodiek systeem der elementen. Wij mensen, wij zijn, je weet wie we zijn. Van de zesde dag. Wij zijn opgebouwd uit koolstof. 666. Dat is het elementnummer. Het is een hele grote vraag hoe men in de tijd, dan heb je het over het jaar 100, kon weten van dat nummer. Want dat nummer, dat weten we pas sinds het einde van de 19e eeuw. Ik ben naar het VWO, HAVO heb ik gedaan, VWO heb ik gedaan, Landbouwuniversiteit heb ik gedaan en bij de Katholieke Universiteit ben ik nog bezig. Volgens mij is het nummer 666 pas in het einde van de 19e eeuw formeel vastgelegd. En het staat al in het boek. Het is een merkwaardig boek, de Bijbel. Je dient er respect voor te hebben. En ben je het niet, dan ben je gewoon superficious. Heel mijn piggy dat nu. Dan mag mijn vriendin dus niet in de korte rokje over straat. Want er zouden de Marokkaantjes achter eraan kunnen komen. Die iedere keer weten dat die vrouw van jou die gaat bukken voor de goedkoopste producten. En dan gaan ze kijken naar haar billen. Het antwoord is ja. Het is mij daadwerkelijk overkomen. Dat ik dat weet uit betrouwbare hand. En mijn vrouw die ging boodschappen doen in het centrum van Arnhem, alsof ze gekleed was om op het terras te gaan zitten van Zandvoort. Ja, that's me. Daar klaag ik helemaal niet over. Ik weet ook wel wat mijn lot is. Waar we naartoe gaan, wat zal moeten komen, dat is dat iedereen geregistreerd wordt. Dat betekent dat je een betekenisloos nummer krijgt. Hoor je me goed? Als ik nu een nummer aanvraag bij een rijbewijsorganisatie, de overheid of whatever, dan krijg ik alsmaar een nieuw nummer. Dus ik heb eigenlijk een bankrekeningnummer voor de dingen, nog een nummer. En, ja, wie ben ik dan? De bedoeling is dat wij allemaal één nummer krijgen. En dat is betekenisloos. Je bent nummer zoveel. Een robot. Formeel gesproken. Dat zal komen. Als het niet komt, hebben wij eeuwig oorlog. Kan je ook leuk vinden. Ga je de hele week lang hard werken in Auschwitz, versie 7.3.
En vrijdagavond ga je porno kijken. En daarna een horrorfilm. En daarna nog porno. Been there, done that, got a t-shirt. You get? Jij als mens zal moeten beseffen dat je het begin bent. Er komt iets verders. Zoals Bob Marley heeft gezongen: Many of us are going to die. Wij zullen erachter komen. En dat wordt een voorlopige situatie. Er komt een situatie waarin iedereen een betekenisloos nummer heeft. En sommige mensen zullen persoonlijk zelfmoord moeten mogen plegen. Dat ze hun nummer killen. Net als bij een game of poker. Okay, I give up. Zo is. Ze killen hun nummer. Nee. Wat ik gedaan heb, laat me zitten. Word je vagabond. Moet kunnen. Maar wie zal dat willen worden? Waarom zou je buiten het systeem willen leven? Denk je eens in zo'n wereld? Een wereld waarin het fijn is om in het systeem te zijn. Het systeem houdt alle transacties in de gaten. En bad guys, de mensen die in de min staan, ja, daar gebeurt sociaal van alles mee. Een algemeen systeem. En hier in Arnhem hebben wij genoeg aan één server. Geen enkel probleem. En die registratie, die moet mondiaal plaatsvinden. Of je zou moeten kunnen kiezen voor een lokaal account of een provinciaal account. Dat je dat kan upgraden. Een lage drempel moet je hebben. En het eerste account is gratis. En wat kost dat? Ik heb momenteel contact met een man. Hij komt uit Friesland. Hij heeft twee hele mooie kinderen. En een atelier. In een voormalig kraakpand. Die heeft een server opgetuigd. Met een i7. Ik heb hem getest. Het is een geweldig ding. Daarmee kan je een wereldwijde administratie maken. Met een netwerk van al dat soort machines. Het is niet eens zo moeilijk. De grote wedstrijd zit hem in de encryptie. En die wedstrijd is afgelopen. Dus die hebben ze al verloren.
ze hebben nog wel meer mislukkelingen en mislukte projecten meegemaakt. Momenteel zijn ze bezig met PHP. Ik wens ze veel geluk. Het punt is, de Heere God, die houdt niet persoonlijk van ons. Die houdt van iedereen. Dus ook van jou. Ja, maar Perry, ik ben een, weet ik veel wat. Ik heb zoveel fout gedaan in mijn leven. Ik weet niet of ik nu nog die schuld kan terugbetalen. Homo. Zo zit het niet. Zo is het niet. Al het materiële, dat was het materiële. Het ging al die tijd om de gedachte en de materie. De geest en de materie, de hemel en de materie. Daar ging het al die tijd om. En als jij naar je eigen ogen gefaald hebt, ja, waarom dan? Heb je gezondigd? Nou, vertel het niet tegen mij. Regel 1. Want ik ben je vader niet. Zeg het tegen Christus Jezus. Wel, als je daar niet eens tegen kan. Het is ook zo fijn van die Babyloniërs. Dat ze de wijze waarop Christus Jezus zich geofferd heeft als beeld over straat zijn gaan dragen. Jo, Jezus is dood. Oh, Jezus is dood. Jezus is groot, maar hij is dood. Toedoe, toedoe, toe. Daar ging het helemaal niet om. Het ging erom dat hij dood ging. Snap je de grap? Het zat als volgt in elkaar. Je mag niet, je mag niet zweren, okay, hè? Maar ik zweer dat ik momenteel denk dat ik weet hoe het in elkaar zit. Mag ik dat zweren? Ja, oké, okay, dat maakt wel niet meer uit. Ik heb het nu al gezegd, je hebt het allemaal gehoord. Dus ja, dan ga ik maar lekker doorpraten. Het zat volgens mij als volgt. Dat God had contact met een volk. Hè, van de materie. Hè, dat hij dacht van, hé, hey, maar die, oh, die begrijpen het wel. Oh, die kunnen ook schrijven. Van rechts naar links zelfs. Oh, maar dat maakt me niet uit. Ik ben hier de baas. En dat die mensen ook in de gaten hadden van, hé, hey, hij is de baas. Dat heette het volk Gods. Ja, vind je het gek? Wat voor een andere naam had je willen verzinnen? Ja. Denk je eens even in van de, je hebt dus Elvis Costello en de Attractions. En die oude band uit de eind jaren 70. Elvis Costello. Dat waren katholieken, toch? Maar je hebt dus de Elvis Costello en de Attractions. En dan heb je dus God en die volgers. Snap je hem? Van alle kanten klopt het niet. Ik ga er ook niks in doen. Ja, maar, het gaat erom, er is God die ons leidt. Hè? Wij zijn geest en materie. Ik ben er ook absoluut voor om dat toch even door te denderen. Ik ga de kleine kinderen naar bed. Maar even over porno, hè. Dan mag je best kijken. Dat is helemaal niet erg. Stelt niks voor. Ja. Het is echt zo. Je kan ook SM doen. Dat is reuze leuk. Gelachen, man. Dat maakt er niet uit. Dat is een soort lichaamsyoga.
lekker van, weet ik veel. De kleine kinderen zijn naar bed, hè? Weet je, kan nog veel meer doen. Oh. Rugmassage. Ja, zeg maar. Allemaal seks. Dat is de samenkoming van hemel en aarde. Wist je dat? Haptonomie. Ik ben toch lekker gaan doordenderen, want dit gaat alleen maar over de blijde boodschap. Want ik heb een Koning Jacobus Bijbel in huis en die ga ik morgen aan mijn dochter geven. You gotta hit him where it hurts. Maar mijn dochter is een atheïst, dus dat wordt nog een hard battle. Desnoods ga ik haar met die Bijbel op haar hoofd slaan. En dan moet ik er ook nog aan de muziek maken krijgen. Nou, het lijkt mij Mission Impossible. Denk je ook niet? Ga maar, dit is allemaal real life, hè? Zo, geen doodtafel geloven. Gewoon geloven. Nou goed, het ging dus als volgt. Dus in het Oude Testament had God gezegd van, ja jongens, als jullie toch in mij geloven, maak die andere klootzakken af. Want die geloven niet in mij. Dus wat heb ik eraan? Ik ben hier de baas van de tent. Op z'n Amsterdamse. Ik ben hier de baas van de tent. En zij geloven niet in mij. Ja, oprotten met die lui. Ja, dat was de tijd waarin wij... de mensheid. Even niet namens mij of zo, weet je wel, maar wij in de zin van de rationelen. Die een beetje nadenken. Dat we dachten van, haak hem op. Wat scheelt het? Gewoon take hem down. En dat is de Joden een behoorlijk aantal keren goed gelukt. Maar niet wereldoverheersend. En dat was wel de bedoeling. Er zijn Joden momenteel die nog geloven in een Joodse wereld. Of er zijn mensen momenteel die geloven dat er een Joodse wereldoverheersing is. Daar is geen bewijs voor, by the way. Eén grote soepzooi. Naar mijn ogen. En dat moet wel zo zijn. Als ik mij niet vergis, is Christus, Jezus, van de stam Juda. En in het DNA van Christus Jezus zit informatie. Oh, maar Perry, nu klink je echt als een hele enge science fiction movie. Dan betekent dat dat jij dus... jij hebt invloed op je eigen DNA. Nou, ik zou het niet weten hoor. Het is wel zo dat ik echt fucking nooit naar de dokter ga. Ik heb mijn stem onder controle. Ik heb een wrat. Eerlijk te biecht. Dat is alles. En wratten zijn niet besmettelijk. Ik moet een wandelstok hebben, denk ik.
zo'n pleister eromheen. En die wil ik gratis kunnen krijgen. By the way. Want dat houdt de nieuwe wereldorde in. Wat we gaan doen, het plan, we gaan valuta standaardiseren. Eenmalig, van tevoren aangekondigd. Dus iedere regio krijgt zoveel jaar de tijd om de gegevens aan te leveren. En dan is het tjak. En dan weten wij de waarde van elke valuta. Europa gaat er denk ik niet zo heel goed van afkomen, omdat wij opgeladen zijn met die schuld van de Italiano's. Maar we hebben ons toch al heel erg lang blauw betaald aan heel Europa-avontuur. Eén valuta. De wereldvaluta. Bij de mechanica is het ook tot een vlucht gekomen toen bepaald werd dat we een meter zouden gebruiken als afstandsmaat. 1 meter per seconde, bla bla bla. Heel handig ding. SI-stelsel. Zo moeten we dat ook doen met die valuta. En die valuta zou moeten zijn 1. Wat zou ik zeggen? Dat moet uitgedrukt worden in een fractie van de kosten van een mensenleven. Dus een mens kost. Het is een schande dat hier waar ik woon, dat daar bedelaars zitten. Echt een schande. Voor ons. Dat is niet wat God wil. Je basisvoorzieningen dienen geregeld te zijn. Babylon wil dat niet met ons. Ze knijpen ons af. Heel langzaam. Steeds minder. Krijgen wij. De enige weg omhoog is dat wij zelf beginnen met het opzetten van een informatiesysteem dat wereldwijd werkt. Daarvoor hebben wij nodig, dubbele punt, enthousiastelingen, mensen met een IP-adres, mensen die hun mail beantwoorden. Mensen die kunnen werken met Unix. Dat is alles wat je nodig hebt. En dan zoek je een employee. Als jij dat mee wil doen aan dit team. Je zoekt een employee. Iets waarvoor je, waar je in gelooft. En misschien krijg je daar geld voor. We don't care. Je doet mee. Je reageert op onderlinge dingen.
samen oplossen. Een concilie maken, wellicht. En die systemen gaan connecten. Het eerste waar ik aan denk, dat is dat je een systeem maakt waarbij een ieder een e-mailadres heeft via dat systeem. Er moet een deal gemaakt worden met Gmail of whatever. Peter nog een eigen e-mail server. Aan de andere kant, je kan ook alleen HTTP gaan. Dat is ook een mogelijkheid. Je communicatiemachine op gang brengen. Als dat WhatsApp. Om berichtjes sturen via een centrale machine. Ik kan eraan denken dat je in Arnhem via social media zo'n server op zou zetten. Ja, maar Perry, er is al lang social media en we hebben van alles. Ja, het punt is, jullie hebben geen administrator toegang. Je zit op de posten als een of andere user. Een informatiesysteem heeft meerdere niveaus van gebruikers. Het allerlaagste niveau is de root. Dat wil je niet doen. Ik doe dat nooit. Want dan kan je alles in één keer kapot maken. En daarboven zit een level administrator. Dan krijg je het level key user. Dan krijg je het level user. Dan krijg je het level external user. En dan het level public of zo. Anonymous. Iedereen mag zien wat de community te melden heeft. En dan connecten. En dan dus denk je eens in aan twee informatiesystemen. Die gaan tot één op een hoger niveau. Alles door zijn en daarboven. Denk je eens in. Wat een utopia dat zou zijn. Tegen mij zeggen van ja, Utopia, dat is die roman van Aldous Huxley of zo. Laat kinderen maar. Ik ga het herhalen. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat God deze aarde bevolkt wil zien. En dan, het bevalt God voor geen meter. Dat er hele grote delen van deze aarde één grote woestenij zijn. Dat heeft te maken met de toekomst die er aankomt. Want het ergste komt nog. Denk je eens in, ik praat nu tegen jullie, heel trots dat ik de Koning Jacobus Bijbel heb, 1611. Maar denk je eens in aan de tijd dat dat voorbij is. Dat we openbaring hebben gehad. Het wordt nog veel erger. Gelukkig jij en ik hoeven dat niet mee te maken.
Wat wij gaan doen, naar mijn mening, als ik op een concilium mocht spreken, wij gaan in de aanval. Daarvoor hebben wij geld nodig. Ik heb de beschikking over een machine van 600 watt. Dus ik kan beginnen. Dat kost je zoveel, 20 cent voor een kilowattuur. En we gaan beginnen met een LETS-administratie. Local Economy Trading System. Deelnemen aan een LETS, dat doe je vanuit je gevoel van sociale interactie. Niet om geld te verdienen. Jij wilt bijdragen. Daarvoor ga je bij de les. En die machine, die draaien wij op een eigen locatie. Dus niet bij de cloud. Voor de rest zijn alle gegevens openbaar. Als de Belastingdienst langskomt, hoppa, krijgen ze alle data. Want het gaat ons daar niet om. Het gaat om het verbinden van de letsen met elkander. En als we dat voor elkaar hebben, hier in Nederland, dan zijn wij de bingo. En ik denk dat ik dat kan. Dag lief. Hey Perry, goedenavond. Hoi. Hey, hoe is het? Goed. Goed. Ja, ik heb vannacht lekker gehaald. Gehaald, oké. Ja, naar de markt geweest. Oh, en de toko waarvan ik dacht dat die failliet was, die is heropend. Oké. Dus ik heb een zakje heerlijke jalapeno pepers gekocht voor 1 euro. Ah, me happy. Dat is net en super gezond, hè? Ja, en ook nog, weet je dat ook weer, lekker bek gehaald. En die moet ik dan opwarmen. En die ga ik lekker bakken in de olijfolie, een beetje zachtjes. Zo. Ja. Zo lekker. En heb jij een leuke zaterdag gehad? Nee, ik was gewoon thuis. Ik ben afgeput, ik ben een fucking moe. En volgens mij heb ik een beetje grip opgelopen. Okidoki. Hey, ik was eigenlijk net bezig met een opname. Ik ga even de opname. Blijf je even aan de lijn hangen? Ja, goed. Dan stop ik even de opname. Dag lieve luisteraars. Ik ben onderbroken door mijn vriendin.